Ja, ik vind dit kloten. Kijk, een actie is leuk, maar om naar die bruggen gewoon een half uur, drie kwartier open te laten staan voor een beetje aandacht, dat vind ik overdreven. Wil je echt lachen? Nou? Ik zit hier met iemand uit Oeganda in de auto en die moet ik uitleggen dat wij Hollanders aan het protesteren zijn tegen windmolens. Dat kan je niet. Nee, wij zijn Hollanders, maar we hebben een hekel aan groene stroom en aan windmolens. Dat is toch uniek? Ja, ik vind het heel vervelend voor jullie, want niemand kijkt graag op een zootje windmolens. En tuurlijk, we moeten denken aan het milieu. Maar waarom nou in ons IJsselmeer? Ik begrijp het niet. Dus ik heb er aan de ene kant wel begrip voor, maar aan de andere kant mag je ook weer open voor me. Die Aktion finde ich ganz gut, weil das wäre wirklich schade um das IJsselmeer und das wäre überhaupt schade um diese Region, wenn man das jetzt zubauen würde mit Windmühlen. Also irgendwo hat das auch mal seine Grenzen, das Ganze dann, ne? Und die Aktion finde ich gut. Es dauert nicht zu lange, ist okay so. Ich kann die Windmolens nicht platzen, dus... ich habe er wel last von, inderdaad, von dieser Aktion. Aber ja, ist altijd so, dus... Neffens een soort wittenskippers gaat het net goed met het klimaat. De CO2-uitstoot is te hoog en de aarde warmt het op. Daarom heeft Europa hem zelf dat doel stelt dat 14% van alle verbruikte energie duurzaam wezen moet in 2020. Windenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Van Nederland betreft dit dat in 2020 alle windmolens op het loon een totaalvermogen van 6000 megawatt hebben. Dat is genoeg om ruwweg 3,5 miljoen huishoudens van elektriciteit te betjingen. Friesland moet, nevens het energieakkoord, 430,4 megawatt bijdragen aan deze doelstelling. Maar waar moeten al die windmolens komen te staan? Er zijn een soort plan en een soort weerstand. Zeg, hoe lang blijft die brug open? Niet langer dan 20 minuten. Dat is lang genoeg. Dat vinden wij ook. Ja, dat is prima. Wat heb je dan wel genoeg flyers? Ja joh, we hebben 1000. Nou, zoveel auto's staan hier niet. Nou, oké. Nou, dat zal een beetje meevallen. Nee, dat valt mee. Ik ben Menno Landstra. Ik ben ontwerper van het park. Heeft u bezwaar dat ik hier aan boord ben? Dat maakt mij helemaal niet uit. Nee hoor. Prima. Dat hele mooie IJsselmeer, dat wordt in onze ogen verprutst. Ja, maar dat geldt ook voor de rest van Friesland. Hè? Wil je dezelfde hoeveelheid opwekken in de rest van Friesland, nee, dan zie je dat de verrommeling die er nu al is in het landschap... U wil alles maar in Zuidwest-Friesland neerzetten. Nee, zeker niet. Als je alles in heel Friesland zou neerzetten, en je zou overal hele kleine clusters hebben, dan is er geen verrommeling. Ik ga het nu beëindigen, want 2:30, ik moet nu... Gaan we houden aan de tijd. Een andere keer doen we dat zeker. Jo, moet ik nou naar onderen? Want ik moet wat vertellen. Kom je ook beneden? Hartstikke fijn dat jullie hier zijn. Daar ben ik echt heel blij om. Echt trots ook op. Want we willen allemaal dat die windmolens dus niet op dat IJsselmeer komen. En daar moet het over gaan. Om 3:00 dan moet het schip in de brug zijn en dan gaat de brug open en dan wordt het verkeer tot stilstaan gebracht. En dat is het moment dat wij gaan flyeren, maar ook dat u als pers kunt doen wat u wilt doen, wat dat dan ook maar is. Actiegroep Donker Schot had van de media actie viert sinds de plannen voor 100 windmolens in de IJsselmeer. De groep deelde flyers uit aan automobilisten die het stilstaan voor de Iepenbregen. De groep hier de bregen zelfs langer dan 20 minuten Iepen hadden wonen, maar dat mocht net van de gemeente Zuidwest-Friesland. Hajo Bootsma is verslagjouwer, die is nog op de Asserdijk. Nou Hajo, doe hier de stopwatch erbij. Waat het 20 minuten? Nee, langer. Het waat een stuk langer. Het waat allemaal erbij 28, 29 minuten. Als ik nu door het landschap rij en ik zie die openheid en je ziet hoe die openheid eigenlijk steeds vaker verstoord wordt door grote ingrepen, of dat nou infrastructureel is, qua architectuur of qua windmolens, je ziet dat die openheid en de kwaliteit van het landschap achteruit gaat.
Als je dan kijkt wat de ambitie is tot opschaling, dan is de verwachting dat die verrommeling op deze manier doorgaat. En dat doet me echt pijn. Het hele gebied in Zuidwest is een heel kwetsbaar en bijzonder gebied. Ik denk je dat gebied een enorme kwaliteitsimpuls kan geven door daar 100% te saneren. Dus alles wat er op dit moment staat te vervangen door een ingreep die je in het IJsselmeer doet. Als het een windpark bouwen worst, zijn er eigenlijk drie belangrijke dingen waar mensen kunnen zeggen. Hoe dicht is het bij Weningen vanwege het geluid, vanwege slagschaduw en hoe past het in het landschap? En de locatie, het bijzondere van deze locatie is dat het zelf net dicht in de buurt is van Weningen. Dus de discussies die hast heel vaak met windparken op land, die hast je net over geluid, over slagschaduw. Hier hast wel nog steeds het landschap, de moon ben goed te zien. Ik heb gezocht naar twee dingen. De meest rendabele, meest effectieve, renderende oppervlaktevorm, dat is een cirkel. En een vorm waarbij er geen molens meer buiten de zwerm komen te staan. Dit, daar. Daar heb je Breesendijk. Zo'n plukje aan de horizon. Dat blijft helemaal leeg. Dat is helemaal leeg. En die hele ruimte erachter moet weer helemaal leeg worden. Mensen die denken dat het IJsselmeer leeg is en dat de kusten hier leeg zullen blijven, is naïef. Ten zuiden van Lemmer krijg je een park, de Wieringermeer aan de overkant wordt volgezet. Dus het is een illusie om te denken dat dit een leeg stukje Nederland blijft. Dat is niet zo. En als je de nieuwe ambities die hierna nog gaan komen meeneemt, dan maak ik me zelf zorgen gewoon. Windpark Friesland, ja, een geweldig mooi ambitieus plan. Maar als voorzitter ik van de Vereniging van Windturbine-eigenaren in Friesland, zeg ik, ons belang ligt hier in Friesland. Dat is sowieso volle goedkeper. Wij zat ik al saai bij hoeveel maar een cent als draaisubsidie. Misschien moest op het markt wel een cent als zo'n subsidie hebben om u te kennen. Dus oorde, had dat park flink grut werd, kost dat gewoon een miljard meer subsidie extra. Dat kun je volle beter besparen. Boppen dat als wij het hier in Friesland maar ook kennen, maar alle galitse parkjes, ja, dat zien we alles. Dan horen we ook alle geld in Friesland. En bij Windpark Friesland geeft zeker de helft van dat geld wat er uitkomt van de revenue, en dat zullen mooie plakken boeten Friesland belanden. Nou, en bij hier in Friesland hebben we al wat een achterstand. Het is zo volle beter wijze om dat geld alle hier in de gemeenschap te houden. Dit is dus de tweede molen. De eerste molen het zeer niet draait. En toen konden wij een drie keer zo'n grote molen krijgen. Dus toen gingen we van 1225 kilowatt naar 750 kilowatt. En die is nu ik, die wordt dit hier, ik zie hier. De eerste molen, daar kreeg je een investeringssubsidie. En door wie het zat, nou, dan komt zijn ambitie krijgt uit. En uit ideële motieven doe ik heel sterk zijn dat dan willen we die molen hebben. Tsjernobyl, wie er net zo vier daarvoor gebeurd, en we willen die molen hebben. En gelukkig ging de prijs van de stroom door heel dit omheen. Dus op eerst maken we er ik nog helemaal een leuk stukje inkomen uit. De nieuwe molens, die van 2004, wie al heel oor, daar wie geen subsidie op. Maar de stroomprijs die subsidieert, die waard onvuld tot halve centen. Nu is het werroos. Nu kun je subsidie onvregen. En als je een beschikking krijgt, dan kun je 6 centen krijgen of 8 centen krijgen. Dat hing het oude van West 6. Ik ging hier vanuit dat die molen eigenlijk voor 6 centen draaien moet. En dus die naaienmolens ben ik weer volle grutter. Ben ik weer rendabeler en die kan al een cent als zo'n draaien, dan moest er een stukje rendement uit helpen.
Maar het is net meer zo wild dan de oren het zien hier. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Stroom uit het stopcontact, dat is geen gegeven. Voor de meeste mensen is dat wel een gegeven, maar je moet beseffen dat daar echt wat voor nodig is. En ik denk dat windenergie echt kan bijdragen om de toekomstige energievoorziening te waarborgen. Het ontwerp van een windturbine, dat is zeker geen sinecure. Dat is een behoorlijke uitdaging. De studenten ontwerpen niet alleen de windturbine, maar ze bouwen hem dus ook echt. En dan gaat het om echt de hele windturbine op een kleine schaal. En die wordt dan getest in de windtunnel van de Universiteit van Delft. Het vermogen van een windturbine gaat ook met het kwadraat van de afmeting omhoog. Dus als je de afmeting verdubbelt, dan gaat het vermogen met een factor 4 omhoog. Dus dat pleit eigenlijk al voor grotere windturbines. Er is recent een studie van de Europese Unie uitgelekt. En we hebben het altijd maar over subsidie van duurzame energiebronnen. Wat veel meer verborgen is dat ook nucleair en ook fossiel, ook die worden gesubsidieerd. En dat gebeurt dan via belastingmaatregelen op een wat meer indirecte manier. Maar die studie van de Europese Unie laat zien dat bijvoorbeeld nucleair meer overheidsgeld krijgt dan alle duurzame energiebronnen bij elkaar. En voor fossiele energie is dat ongeveer gelijkwaardig. Dus het verhaal dat alleen duurzame energie wordt gesubsidieerd, dat wordt door deze studie toch ook wel wat genuanceerd. Mensen hebben een gemengde gevoelens hoor. Ik spreek hier, die had een hele dag werken bij Frisia hier in Haas. Die zei van, ja jongen, ik ben skier aan een, het zal je wel. Ik wil gewoon die brug hoor, ik wil naar huis, ik wil naar de vrouw daar. Er was een militair die zei van, ja hallo, hij belde met zijn vriendinnen. Ja schat, sorry, ik kom wat later, want een paar onverlaten hebben hier die brug opengezet omdat ze demonstreren tegen windmolens. Look at the picture. Yeah. You have an idea how it's going to be when they build all these windmills in the lake. What is the capacity? Very large. Very large capacity. Very large capacity. The windmills are about approximately 180 meters high. I see. That's very big. Okay. It's a little bit too much. Too much. Yes. It's expensive. Well, I don't know what expensive is, but it's about the plans. Yeah. Where our government has taken and the province of Friesland has taken to build a very large of these windmills, large cluster here in this lake. Okay. And that is what we want to provide. Oh, I see. Yes. Okay. Okay, thanks for your understanding. You're welcome. Okay. I've been passing you people. I've seen that all the boats are leaving. Yeah. So the bridge are closing for the traffic to go through again. Ben ik een meisje die zegt van ja, wij snappen het wel. Alleen als ze steken wel op verkeerde plak. Nou, dan vreeg ze zelfs, wat is dan het goede plak? Nou, ze moeten uit Den Haag daar werd het dit soort besluiten naam. Let ze derde heen gaan, let ze derde zaak plat lezen. Ja, nou ja, dat binden verschaten menings. Het is helemaal geen park. Een park is hier bloem en bemmen. En omdat te verzacht zie je het door een park. Toeristen, dat is ervaring in Duitsland, dat is ervaring in Engeland en in Amerika. Die mij dit net leiden en die zeggen, die verrekte de kringen. Het was jongens, we komen net weg. Die mensen die komen hier om vrijheid, om het formaat van het islamar te ondergaan.
En daar zit dan nog aardig iets van, als er een heel bos van die molens tussen moet. En dan was net meer doorheen varen, dat hele wetter, dat is waar, dat hele vaarwetter van het begin. En daar zullen wij hele grote gevaren van het wolwerk van de kust hier. Dat heeft die hele kust onder gang gezet om ons toerisme te oriënteren. En dat is dus breed, dat is nieuwe industrie. Nou, ze zelf wel uit de Holle lid om een mooie zuivelfabriek aan te brengen. Dat er wat gebeuren moet, is duidelijk. Het allergrootste pad van die opdracht in één gemeente, Delft, wordt effectief, daar ben we nog net zo wies mooi. Maar we hebben een paar lietse, vooral in gewies, lietse parkjes, paar woorden. En hier bij de grote dikloos, ze schaal dat nog maar zo behoorlijk op, rek dat uit en breng het nog goed omheen. Ik ben het wat dat onbelang het voor 100% met Tichelaar oneens. Want die zocht alleen maar naar dat project op het IJsselmeer. En dat heb ik hem ook verweten. Dat zei door best een NIMBY. Zocht alleen maar naar wat in de eigen achtertuin gebeurt. En voor de rest zult hij een zwark wijzen. Wilst ik zeggen, waarom moeten die dingen er komen als er geen nut en noodzaak ontbreekt? Nou, en dan zeg ik ben net Sien Wien Energie. Ik ben Sien Wien Handel. Ik ben Sien de Kwakzalvers. Dit zeggen ze dat wij Wien Energie nodig hebben, wils dat net weer is. De fossiele brandstoffen rijdt je op. Nou, dat praat in geen 200 jaar. Maar het vervelende van windenergie is dat het geen fossiele brandstoffen uitspart. En daar droog ik geen CO2. En daar droog ik geen invloed hebben kan op het klimaat op Ierde. En dus ik net op de opwarming van Ierde, van zover die plak vindt. De CO2-productie in Europa is boem aan een plafond. Dat mag niet meer. En als je dus windparken bouwt, dan veroordeelt dat plafond net. Dat betekent dus, weet je hoeveel windparken je ik bouwen, in Europa de CO2-productie precies gelijk blijft. Dat veroordeelt niet aan. Dus mijn oren worden, en dat het dus het Centraal Planbureau krapt zien en Jelien al uitmaken, dat windparken geen besparing van CO2 jouwen. Als het dichtbij me zit. Ja, die tafel is niet groter. Is met die turbines ook zo, die komen zo. Ja. Met nee zeggen komen we er niet in Friesland. Want nee zeggen betekent in ieder geval dat het Rijk het over gaat nemen. Er is een afspraak, misschien wel bekend, dat de provincie Friesland 530,5 megawatt moet doen van de rijksdoelstelling van 6000 megawatt in totaal. Dat is een afspraak. De afspraak is ook dat als de provincie Friesland dat niet zelf doet, dat het Rijk het over zal nemen en zelf de gebieden zal aanwijzen. Dus misschien in het IJsselmeer, maar misschien ook gewoon een stuk op het land. Dus ja, onze boodschap is ook van laten we nou met elkaar in gesprek gaan en het op een slimme manier voor Friesland doen. Het Rijk buiten de deur houden, maar ook zo doen dat de voordelen in Friesland neerstaan, slaan en ook niet ergens anders, en dat de nadelen zo beperkt mogelijk zijn. We hebben in totaal 39 voorstellen op de kandidatenlijst en we hebben 29 voorstellen op de reservelijst. De kandidatenlijst, dat is een lijst van mogelijke projecten waarover we nu het oordeel of de mening van de bevolking willen peilen.
Dus we zoeken maximale transparantie, dat iedereen in Friesland kan lezen. Nou, dit zijn de initiatieven die op tafel liggen, met alle details en bijzonderheden die daarbij horen. Wat we op land kunnen doen met draagvlak, dat hoeft niet in het IJsselmeer. En dat is ook een belang, want daar kom ik ook vandaan, van de hele bevolking in Makkum en Hinderlopen, die hele IJsselmeerkust. En de recreatieve en toeristische sector daar. Dus het IJsselmeerpark misschien overbodig maken, maar dat lijkt me... Nou, ik denk niet dat er dat in zit, als je gewoon praktisch bent. Maar zo klein mogelijk maken, het IJsselmeerpark gebruiken als... We kijken eerst naar het land, wat daar kansrijk met draagvlak kan. Dat heeft voorrang en dan volgt het IJsselmeerpark. Dat is onze redenering. Wij zitten daar neutraal in. Stel dat nou blijkt dat er nergens draagvlak is voor enig project in Friesland. Nou ja, dan is dat vind ik dan een slechte oplossing of een slechte aanpak. Maar dat zij dan zo, de bevolking heeft gesproken. En dan moet alles maar in het IJsselmeer. Dan moet je daar ook niet over zeuren. Ik bedoel, dat lijkt mij dan helder. Of het Rijk zegt van, nou ja, we doen toch wat minder in het IJsselmeer en we zetten het allemaal ergens anders neer. Dat mag het Rijk dan bepalen, want wij hebben gefaald. Aan de andere kant, als we 530,5 met draagvlak op land kunnen doen... Nou, dan is dat de uitkomst. Dus wij staan er als regiegroep echt, wat wil ik maar zeggen, met die extreme voorbeelden. De waarheid zal denk ik hopelijk in het midden liggen. Zitten wij daar neutraal in? Parken dragen wel een stukje bij om een opschouwen in de richting van CO2-vrije totaalproductie. En uit het energieakkoord dat in september 2013 gesloten is en dat u 60 miljard kostje zal, als dat uitgevoerd wordt, dan is die opschouwing 1,9%. Dat wil dus zeggen dat je per procent opschouwen ongeveer 30 miljard kwijt binnen. Dat ken het. Want Australiërs nemen deze 1,9% pissing in the ocean. Het stelt je moe voor, alleen het mag het dus wel eren. Windturbines ben je introduceren als symbool van het green, het tinken, van het schenen, van het milieu. En nou, dat krijg je er niet per uur. En boven dat liek als ik zis, de binnen bijzonder machtige partijen die er wel voor zorgen dat ze handen zien krijgen. Wat je vraagt je waarom windturbines nou net voor de CO2, net voor de besparing van fossiele brandstoffen, daar wij dan wel voor. Dan kan je net oorstinken, er is zo zonder subsidie en zonder flinke winst zullen geen turbine in Nederland staan. Het gaat om het geld. En nergens over zo. En voor het geld ben een hele grote partijen reed om de gekste dingen te doen. Windenergie zou je best in een natuurgebied kunnen plaatsen als je heel rustig draaiende molens neerzet. En de vogels die raken eraan gewend, echt waar. Er zitten daar grutto's onder de molens te broeden. Die vinden dat prettig. Windenergie is een zegen voor het Friese platteland. Want daarmee kunnen we die krimp tegengaan. Bij de 25 jaar geleden kregen wij onze eigen lagerweiturbine. En wij kregen daar eigen stroom van. En het was echt een godswonder hoe we dat zagen gebeuren. We hadden een boerderij met alleen een houtkachel. En ineens kregen we eigen stroom.
En in die tijd was dat ongekend dat zo'n molen zoveel stroom leverde. Ja, toen gingen mijn ogen open. Ik dacht bij mezelf, wat zou het mooi zijn als we voor het dorp ook een turbine kunnen realiseren. Pinjum kreeg ieder jaar met die kleine molen 5000 gulden om leuke dingen te doen. Tot de realisatie van windpark H7. Dat park levert net zoveel stroom als 160 dorpsmolens. Dus de inkomsten van dorpsmolen Pinjum gingen ineens van 5000 gulden naar 50.000 euro per jaar. We hebben dus eerst 100.000 gestoken in isolatie en een heel stuk in de bouw van het dorpshuis. En later nog eens 40.000 euro extra om het dak van de gymzaal erop te krijgen. Heel nieuw dak. En daar ook nog eens voor 20.000 euro zonnepanelen op te leggen. Dat zijn kwaliteiten. Zie je dat er een leuke speeltuin is, gesponsord door de dorpsmolen. En dat er een jeugdhonk is, gesponsord door de dorpsmolen. Een kaatskantine die opgeknapt wordt van de dorpsmolen. Dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt, er zijn goede voorzieningen in het dorp. Daar wil ik graag wonen. Ik denk dat het net beter koers. Nee, de PS geweldig. Hetzelfde kilometer file van de Brigitte. Jouw kilometer? Nou, dat is kat. Hij is hij. Dat is de laatste kranten vrij hoefelijk. Dat komt direct. Die PS hier weet, dat is punt. Dat is nog 4 minuten door, dat af 20 minuten, dat is niet echt belangrijk. Nee, maar het weer geweldig dat Jimmy hier wint, want daar draait het om. Hè? Want ik vind het zo belangrijk en ik zo mooi dat uw eigen gemeente u steunt. Ja, ja, en ja. Nou de provincie nog, want ik vind het echt een dolkstek in de reg dat die net eens achter u stiet. Nee. Nou, laat ik zo zeggen, wij zijn zelf geen actievoerders, dat mag duidelijk zijn. We zijn gemeente, wij proberen dit via onze bestuurlijke gremia te regelen. Maar het doel van deze actie, voor de volle 100%, staat het college en de gemeenteraad en eigenlijk de hele gemeente hartstikke achter. Dus in die zin kunnen wij het ook erg waarderen dat dit georganiseerd is door Don Quixote. Ik zou het zo fijn vinden als eerst die provincies achter u steen giet. En ze even afwachten wat Friesland voor de wind doet. En dan zouden we de landelijke politiek sufficiënt te krijgen. Dat ik die in de gaten krijg, dat deze plannen net in orde binnen. Er wie een heel soort media-aandacht, er wie een heel soort landelijke parsen. Dus ja, de heeft de aandacht op dit probleem vestigen. En aan de andere kant is de hele zaak, ja, die is nog lang net uiteen. Het initiatief Friesland voor de Wien heeft nu 39 plan voor de bouw van Wiemoen op land selecteerd. Nou ja, als er genoeg draagvlak van is, dan is het hele Wienpark in de IJsselmaar dus net nodig. Maar ja, vind dat draagvlak maar eens op, ja, van Wiemoen op land. Nou ja, als het draagvlak er net is, dan is de provinciale politiek omzet. En in dit najaar zullen ze dan een besluit nemen matten hoe wij dus in Friesland de Wien moeten komen te steken.